Een oud hospitaal in hartje Londen. Hier gebeurt topnotch onderzoek naar een geneesmiddel voor dementie. Het UK Dementia Research Institute werd opgericht eind 2016. En baas van deze Britse onderzoeksinstelling werd deze Belg, gerenommeerd Alzheimer-expert Bart de Stroper. Ja, dat was voor de Brexit, hè. Ik heb altijd UK als een zeer open maatschappij gezien. Zeker naar de onderzoekers toe, is zeer internationaal. Er komen heel veel Europeanen hier, heel veel Nobelprijswinnaars zijn eigenlijk mensen die van buitenuit kwamen en die hier in UK, in Cambridge bijvoorbeeld, aan het werk zijn gegaan. En dus ik had de indruk van naar een zeer open maatschappij te gaan. Maar dat, zegt de Stroper, is sterk veranderd sinds hij hier werkt. Het eerste jaar vroegen de mensen mij, wat denk je over Brexit? En ik dacht van, de soep wordt nooit zo warm gedronken als ze opgediend wordt. Ik dacht van, dat gaat allemaal wel koelen zonder blazen, maar het is omgekeerd gegaan. Hè. Dus wat wij zien is dat er een enorme polarisatie in dit land is ontstaan. En dat er meer en meer over een harde Brexit wordt gesproken. Dus dat is hier waar de stamcellen worden gekweekt. Dat zijn hier onze min-80's. Dus dat al onze belangrijke DNA-stalen en celstalen worden bewaard. Dat zijn die mensen aan het werken. Do you mind that we take some pictures? De Stroper maakt zich zorgen over de toekomst. Wat met de werking van zijn instituut, zijn fondsen, zijn mensen? De harde Brexit zou eigenlijk een ramp zijn voor ons instituut. Eerst en vooral, het gaat veel moeilijker worden om buitenlandse onderzoekers aan te trekken. En als je wil je voetbalteam in de Champions League houden, dan moet je in staat zijn om ook talent van buitenuit aan te trekken. En anderzijds gaan we dus geen middelen niet meer krijgen van Europa. De Britten hebben nu wel beloofd dat ze daar een mouw gingen aanpassen, maar ik vind het feit alleen al van niet meer mee te spelen in de Champions League, hè, in de European Champions League, voor de wetenschap is niet goed voor het Verenigd Koninkrijk. I think it's really sad. I think most people I work with are international and it just shows that a lot of the good talent and the good scientists that we have in the UK are actually from abroad and I think Brexit is really just going to discourage that. So I think it's very sad. Net omdat het Verenigd Koninkrijk uitblinkt in wetenschappelijk onderzoek, haalt het veel Europees geld binnen. De Britten zijn op dat vlak netto ontvanger. Er valt dus veel te verliezen. En als er bij een no-deal een recessie volgt, zoals de Bank of England voorspelt, komen ook de Britse onderzoekssubsidies in gevaar. In deze academische kringen is er over Brexit weinig discussie. That is the big consensus under the scientists. I think in science, everybody agrees that it's a pity. At both sides, in Europe also, we think it's really, really a pity that we would lose all the brilliant science from UK. UK is the leader in Europe. It's the best country in science. That's generally known. Als je dus visa aanvraagt voor mensen die hier voor wetenschappelijke samenwerking naar UK komen, dan wordt het enorm moeilijk. En Theresa May heeft ook bewust die politiek ingezet. Om het moeilijker te maken voor buitenlanders om het UK te bezoeken. Dus ik had bijvoorbeeld een Indische postdoc in mijn laboratorium die naar hier moest komen voor een van de samenwerkingen die we hier hebben lopen in UK. En dat is eigenlijk voor 2 dagen. Die man heeft een salaris, gaat zeker terugkomen naar België, heeft een onbesproken gedrag en heeft dus zijn visa aangevraagd, heeft dat nooit gekregen. Dat toont al aan dat er eigenlijk een soort van vreemdelingenpolitiek is die voor mij toch heel vreemd overkomt. Vorig jaar namen 2300 Europese academici ontslag aan Britse universiteiten. Veel meer dan gemiddeld. Een brexo dus van wetenschappers. So these are two very close colleagues. We're very lucky to have him. En Brexit is talk of the day. It's a huge issue in terms of how we go about recruiting people. And can we give them the confidence to come here? And can we say honestly, this will be beyond our science, will this be a welcoming environment for you? And, you know, in 5 years' time, can we look you in the eye and say we gave you the right advice? You know, it's difficult, it's challenging. And there's no way we can, I mean, the challenges that we face with dementia are just so massive. To think that we aren't going to do that with taking the best talents from wherever they come and welcoming them, yeah. It's just madness. But the 29th of March is, I think, 60 days away from now. Yeah. Well, we still hope that people will come to their senses. May is eigenlijk een race aan het doen, hè, met 2 wagens die naar elkaar toe rijden. En de eerste die met zijn ogen knippert, verliest het spel. Dat is natuurlijk een levensgevaarlijk spel.
Want als de Europese Unie dat niet doet, ja, dan krijg je een frontale confrontatie. En dan denk ik dat Engeland de grootste verliezer gaat zijn.